Het toejuichen van aanslagen zoals die in Parijs. Sympathie voor IS. Jonge kinderen weten vaak nog niet waar ze het over hebben. Maar wat ze zeggen, maakt wel zorgen, zegt de voorzitter van de Haagse Asuna Moskee. We zien nu ook jongeren van 9 à 10 jaar die die sympathie hebben voor uh, bepaalde gevaarlijke ideologie. De Haagse onderwijswethouder van Engelshoven herkent die signalen. Volgens haar gaat het om enkele tientallen kinderen. Nou, jonge kinderen die waarvan je impotent zien, ja, die zouden kunnen uh, radicaliseren. Uh, Eventueel overgaan tot uh, geweld, dus daar moet, moet je vroeg bij zijn en dat moet je goed in de gaten houden. Basisscholen zelf willen over het onderwerp niks tegen ons zeggen. Maar dat het speelt wordt duidelijk uit de trainingsprogramma's die aan scholen worden aangeboden. Mirten Loeve is pedagoog bij Seinpost. een adviesbureau dat basisscholen helpt met vragen rond radicalisering. Vragen die opkomen als kinderen in het kringgesprek op maandagochtend vertellen over wat ze zaterdag op de Koranschool hebben geleerd. Dan zie je bij lage schoolkinderen bijvoorbeeld die tegen de lage schooljuf zeggen van nou, uh, u heeft een veehals, dus dat is uh, zondig, haram. Hè? En, uh, uh, of uh, u eet een broodje met ham, uh, dat mag niet. En dan ontstaat er al heel snel een, een ongezellige, uh, ja, bestraffende sfeer in een klas waar, waar veel onderwijzers ook geen raad mee weten.